Pitbull geeft je vleugels. Als ik de job die ik normaal zou doen, niet zou kunnen doen, dan moet ik op zoek naar een nieuwe job. Daarom ga ik in Jamie's Job in seizoen 2 op zoek naar een nieuwe job. Hier is de gast van vandaag. Make some noise for Jamie Lee Six. Woehoe. En heb je er een beetje zin in? Ja. Ik ben blij dat ik gast mag zijn in uw programma vandaag. Geen probleem, geen probleem. Anytime. En wat denk je dat we vandaag gaan doen? Ik hoop dat we zo naar restaurants mogen gaan en dan die mogen beoordelen voor Michelin. Ah, dat is ook een job. Zou een goede job zijn, toch? Dat is waar. Dat is wel iets voor mij, denk ik. Misschien mogen we onze blinddoek aandoen. Ja. Oh, ik weet het al. Wat? Ik heb hier op de baan een beauty salon gezien en ik dacht... Ah! Of... Ah! What the fuck is dat? Ah! Dat is bijna vies. Dat is een paard. Kapper. Ja, man. Doen we kapper? Ik ga je haar knippen vandaag. Ja, verzekerd. Ik ga het jou nog knippen. Ik ga gewoon een korte, pittige koep doen. Oh, een mooie ding is dat, nee. Ah, ja. Hij zat hier echt met dat wave. Door haar haar te gaan. Oké, goed. Let's go. Kapper. Zo nice. Ik kan er wel legit goed, denk ik. Ik heb het bij mijn broer gedaan en dat was niet nice. We hebben die uiteindelijk gewoon broske gedaan. Haarwerken. Het is meer dan enkel een kapsalon. Ja. Of een tattooing. Denk je dat we Brazilian wax bij Simon mogen doen? Kom maar mee. We hebben een nieuwe gast vandaag. Goed, let's go zeker. Ik ben benieuwd. We moeten dus heel haar knippen. Hallo. Even de handjes ontsmetten, alsjeblieft. Ja. Voor wie is het juist? Ik denk voor Simon. Ja, gewoon meekomen. Eerst keer wassen. Ja. Dus je mag hem hier zetten. Waarom heb je voor dat allemaal? Ja, ja, voilà. Never mind. En doet dat goed eigenlijk? Dat is heel goed, maar je mag nog iets harder doen. Wenkbrauwen ook mee. Alles is zoals. Oren, wenkbrauwen, haar. Ik ga nog nooit zo proper geweest zijn. Kijk, dan moet je rond hem doen. Nee. Dan moet ik de klant bedekken met... Ja, wat is de bedoeling met je haar? Wat wilde je juist doen? Ik zeg gewoon een centimetertje. Ja, allemaal dezelfde lengte eigenlijk. Dus we gaan eraan beginnen. Hè. Dat is eigenlijk gewoon de snit dat er nu zit, eigenlijk gewoon vol. En dan hier ook juist hetzelfde, gewoon eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk. Het is niet recht, maar ja, wat is recht tegenwoordig? Ja, voilà. Dus, asymmetrische snit is ook een snit. Voilà. We mogen eigenlijk van hier terug beginnen. Dan kijk, dat ziet in mijn stuk dat ik geknipt heb. Ja, doe maar. Oh my god. Dank. Dat is toch wel mijn haar, hè. Voilà. Oh, ik zat ernaast. Oh, what the fuck? Je had dat super goed gedaan, jong. Kijk, bepaalde kleine foutjes, maar dat is nou goed. Om niet te knippen. Dus nu gaan we overgaan naar de zijkant. Dat is eigenlijk... Je neemt een stuk. Een soort middenscheiding. Een soort middenscheiding, ja. Zo? Nee, hè? Dus. Ah, iets hoger pakken. Ik heb... Ja, zie je? Dat is nu. Ja. Heb je al geknipt? Nee, hij is nog altijd bezig. En dan zo? Oh, rustig. Oh. Dat is toch? Ja, maar rustig voor je vingers. Ja. Dat is mijn auto. Voilà, ja, hey, de fysiek lukt wel beter. Ja, voilà, zie, kijk. Het gaat echt goed, hè. Voilà, zie, dat is de muziek, hè. Kijk, we zijn bijna rond, jongen. Heb je er dan uiteindelijk de eerste snit afgerond? Mocht hij me een handdoekje aandoen? Ja, waar is nu de vraag? Nog een extra handdoek, zo? Ja, en dan gewoon goed, ja, perfect. Wat je eerst gaat doen is het belangrijkste bespreken met je klant, wat wel en niet mag, dus... Ik zou gewoon een beetje lichter willen, maar ik weet niet hoe dat werkt. Lichter, dus meshen. Oké, dus dan gaan we naar de keuken en gaan we het kleur maken. Dus dat mag je doen tot pak maar 50. Wij gebruiken Goldwell, dat is ontkleuring. 110, hè? Ja. Dat poeder, dat geeft het kleur. Ja, en dat is de oxidatie. Dat geeft hoe... 112. Ja, dat is ook perfect. Dat is om het in op te lossen. Ja, dat is in hoever je eigenlijk gaat. Dus ik heb 10, 20 en 30. En 30 is meer dat je het wel echt goed ziet. En 20 is echt subtiel. Ja. Die geur ook. Maar die erin. Oh. En als ik dat is de real deal. Alsjeblieft. Nice. Je begint hier, maar je doet daarna hier. Waarom? Als je zo op hem gaat drukken, kan je daar plekken mee komen. Ja, ze is goed bezig.
zag er makkelijker uit als het deden bij mij. Is dat goed? Ja. En dan goed vasthouden, dus echt wat aanspannen. Je hebt echt al heel je hand mee. Dat is niet oké. Okay. Ja, en dan mag je hem toeplooien. Oh fuck, dat is aan het loskomen. Wacht, gewoon... Oh nee. Oké, we zullen hem hierop doen, maar anders ga de plekken maken. Dan mogen ze het eruit trekken, de stopcontacting. Mag volledig weg. Ja, dat zijn hoofd er niet in zit. En dan mag hij aan de wastafel. En dan mag je ze allemaal zo lichtjes, dus niet aan het haar trekken. Ja. Ja, wel blijven zitten dan, hè, makkers? Ja, het mocht al liggen. En nu kunnen we geen plekken meer maken, hè? Nee, je kunt geen plekken meer maken. Dat is gewoon echt uitgewerkt. Kijk, zie je, dat is die van nu. Dat is ook nog zo van. Kijk hoe. Zo goed. Perfect. Oh, dat is niet meer te horen. Deze is genieten, deze is genieten. En dan ook voor zijn oren een beetje lichtjes, hè. Ja, niet te... Oké, zal ik dat vasthouden en dan mocht hij dat... Ja, allemaal erop spuiten. En volledig over het haar. Het is echt zo'n kapperstelefoon, hè. Hey, Toon, misschien moet je de telefoon oppakken. Denk. Hallo, met Toon Segers. Invrijven. Hoe kan ik je helpen? Dus nu zit het er 4 minuutjes op. Nu mag het allemaal eraf. Dus eerst doe je dat en dan eindig je met dat blauwe, anders zit ze naar onderblauw. Ah, ja. Is het goed? Ja. Ik heb mijn dingen gemist in mijn roeping. Maar je kunt nog steeds dat ding doen. Ja, nu mag dat blauw eraf. Ja? Ja. Ik heb goed fijn gewerkt, dat is goed. Ah, hij moet heen? Nee, mag niet. Nee, doe. Ik heb toch niet veel gedaan, heb je gezegd. Beetje blazen aan deze kant. Toon is hier niet. Jamily en Toon, vrij goed gedaan. Het was echt tof. Ik ben blij. Ik ga ook een keer kijken. Ja. Ik vond het echt leuk. Dankjewel om ons dat te leren. Ja, dat is echt graag goed gedaan. Al zeg ik het zelf. Ja, je hebt het echt goed gedaan. Het was Toon, hij kan misschien knippen en ik ga het kleur meedraaien. En zo start mijn eigen zaak. Ideaal. Top. Top. Ja. Dat is denk ik dat onze job erop zit voor vandaag. Ja, dat is goed. Ja. Zie je uw kapper worden? Ik wel, maar ik denk mijn klanten niet. Ja. Ik denk niet dat jij nu weer kapper zou zijn. Ik vind het echt leuk, ik zou dat echt nog doen. Moest ik zo niks anders doen dan zou ik dat echt graag doen. Ah, wel. Ja. Kom maar af. Dus moest je iemand nodig hebben ooit, ga dan bel. Superleuk dat jullie keken naar Louis XIV's Jobhunt. Ik vond het fijn dat je erbij waart. Echt supergoeie gasten. Graag gedaan. En tot de volgende. Hè. Ja, bye. Merci iedereen.